precies 80 jaar geleden vond in het Rijk van Nijmegen een van de grootste militaire operaties uit de geschiedenis plaats. Namelijk operatie Market Garden. Het was het begin van de bevrijding in onze regio en uiteindelijk van heel Nederland. Vooral deze week zal dit in de regio volop worden herdacht en gevierd. Afgelopen weekend werd hiervoor al een voorzetje gegeven met het Vrijheidsfestival in Groesbeek. Tijdens het Vrijheidsfestival vinden er verschillende activiteiten plaats. Zoals live muziek, speciale rondleidingen en andere activiteiten voor jong en oud. Om te herdenken en stil te staan bij de geschiedenis. 1, 2, 6, 5.000! Ja! Market Garden was een grote operatie, een militaire operatie tijdens de Tweede Wereldoorlog van de geallieerden. Om verschillende bruggen in te nemen in Eindhoven, in Nijmegen en bij Arnhem. En uiteindelijk zo Nederland eigenlijk te bevrijden. Om dan vanuit die strategische posities de Duitsers te kunnen bevechten. Op 17 september 1944 landden in Groesbeek de paratroopers. En daarmee was Groesbeek bevrijd en dat is niet alleen belangrijk geweest voor het Rijk van Nijmegen. Omdat het een hele belangrijke slag was voor de bevrijding van Nederland en uiteindelijk ook West-Europa. Want vanuit Nederland zijn ze uiteindelijk via het Rijnland-offensief zijn de geallieerden Duitsland binnengedrongen. En dat betekende in ieder geval voor West-Europa het einde van de oorlog. En dit brengt ook herinneringen naar boven. Een broer van mijn vader is in Nijmegen met een bombardement om het leven gekomen. Op de ambachtsschool. Ja, en dat zijn dingen die horen bij de familie. Ja, horen. Ja, zeker. Ja. Dus jullie gaan eigenlijk als... Daar blijf je dit allemaal bijhouden, zoiets. Ja. Het festival is eigenlijk voor iedereen die interesse heeft in geschiedenis sowieso. Maar ook eigenlijk voor bijna iedereen wel interessant, omdat we hier in deze regio zijn opgevoed en ons vaak niet bewust zijn van wat er eigenlijk voor is opgeofferd. En behalve het bewustzijn creëren is het ook een dag vol ontspanning en fijne activiteiten. Kiki, wat heb je net laten doen hier? Ik heb een ballon laten maken. Ja, en wat is het geworden? Het is een bloem. Ja, leuk. Hey, en hoe vind je het vandaag hier op het festival? Ik vind het leuk, want ik zit daar op de markt met mijn vriendin armbandjes te verkopen. En dan zie ik hier allemaal spulletjes liggen. Maak jij ze dan ook op bestelling? Dat iemand zegt, doe maar die kraaltjes. Ja. Ja, en wat is het favoriete kraaltje? Ik denk wel deze. Hey, en loopt het een beetje ook? Verkoop je wat? Ja, ik heb al meer dan 6 armbandjes verkocht. Zo. So.